Ja, nieuwe week, nieuwe klus. Of nou, eigenlijk ga ik gewoon de klus van vorige week afmaken. Ik heb hier het laatste doosje met tegels. Dit moet genoeg zijn, want ik heb geen andere meer. Waar zijn die voor? Waar was ik vorige week mee bezig? Met de badkamer. Daarboven. Want nadat de poort hier is geplaatst in de schuur, ben ik hier heel even gestopt. Hier is de oude stal. Daar wonen we nu. En daarboven, daar ben ik de badkamer aan het maken. En dat begint een beetje haast te krijgen. Want het is koud. En wat heeft de buitentemperatuur met een badkamer te maken? Nou, de enige badkamer die we nu hebben is aan de andere kant van het huis. Dus dat betekent dat we elke keer door de onverwarmde schuur heen moeten naar het onverwarmde oude huis om naar de badkamer te kunnen gaan. Nou, daar willen we vanaf. Voordat de echte kou komt, willen we gewoon naar een warme badkamer kunnen gaan. Daarboven. En het doel is om dat in deze aflevering af te krijgen. Dus aan de slag. Nou, hier zijn we in de badkamer. Nou, zoals je ziet heb ik vorige week al een behoorlijk deel van het tegelwerk kunnen doen. Maar heb ik voor het gemak de lastige stukjes nog heel even opengehouden. En het doel van vandaag, van deze klusdag, is om alle tegels erin te krijgen. Ik heb hier alle passtukjes al voorbereid. Hier beneden ook al. Hier liggen allemaal al passtukjes voor de rest van de kolom. Dus die zijn allemaal voorbereid. Dus ja, grote kans van slagen. Dus ik ga eerst maar eens even nieuwe lijm aanmaken. En dan kunnen we weer gaan plakken. Ja, dus dat is de eerste stap. Zien we het nou wel weer verder. Het begint al wat te horen. Zo, hebben we tenminste wat licht. Het is zo koud hier. Kijk, en als ik straks hier in de schuur weer aan de slag ga, dan ben je alleen maar in de kou bezig. Maar ik ben nu continu aan het wisselen tussen een warme badkamer, koude schuur. En warm ben ik steeds aan het wisselen. Nou ja, om tegeltjes te slijpen, dat doe ik echt, want dat doe ik hier. Want dit ding, dat spat zoveel water, dat is beter om hier te doen. Om lijm aan te maken. En dat gaan we nu doen. De handschoenen aan. Even een maatbeker vullen. Dan kunnen we gelijk zien of de buitenkraan het nog doet. Natuurlijk doet hij het nog. Oh. Het drinkbakje van Tigret. Helemaal bevroren. Volgende keer doe ik een beetje limonadesiroop bij. Dat is een lekker waterijsje. Geintje. Kijk, en waarom gebruik ik deze? Handige maatverdeling.
Deze nemen we vast mee naar de warmte. Kijk, dit is onze isolatie van de warme stal naar de koude schuur. Een dikke tochtgordijn. En mocht je nou denken van, oh, dat is wel zielig voor Tigret dat ze dan een bevroren drinkbakje heeft. Nou, hier staat er gewoon nog een. En die gaat echt niet bevriezen. De kerstboom staat hier inmiddels en het kacheltje is aan. Dus hoe warm wil je het hebben? Ja, dit is wel even een momentje, want alle muren zijn nu klaar. De onderste rand zit erin, het kolommetje zit erin. Tutti, in goed Frans. Dus ik heb nu hier de vloer helemaal schoongemaakt. Dan ga ik maar gewoon gelijk door met de vloertegels. Ik zet even de radio uit achter. Zo, dat is beter. Kijk. De vloertegels dus. Dat worden deze. En die komen er zo in. Dan ziet het er misschien iets minder leuk uit als je hier binnenkomt. Maar goed, als je dan op de wc zit, want ja, daar spendeer je toch de meeste tijd, hè. Dan ziet het er mooi uit. En ook omdat het achterwandje van de douche, ja, dat is in dezelfde richting. Dus dan loopt het mooi door. Nou is het zo dat dit een vloer is van OSB. En je hebt speciale nat de isolation, noemen ze dat geloof ik. Van die ontkoppelingsmatten van onder andere van Wedi. Dat je eerst een laagje tegellijm, dan een mat eroverheen. Met van die vierkantjes die een beetje uitsteken. Dat je een beetje een bubbeltjesfolieachtig effect hebt. En dan kun je daarop weer met tegellijm je tegels lijmen. En die bubbeltjes die zorgen er dan voor dat als de vloer een beetje beweegt, want het is natuurlijk een houten vloer, dat je tegels ook blijven zitten en niet gelijk paang losbarsten. Hoe groter je tegel, hoe groter het gevaar van paang losbarsten. Nou, ik vind dit een medium tegel, dus niet heel groot. En gebruik ik flex tegellijm, die van zichzelf een beetje elastisch zou moeten blijven. En is dit niet zomaar een OSB vloer, maar zijn dit drie lagen OSB van eentje van 18 en twee van 15 mm op elkaar verlijmd kruislinks. Omdat ik deze vloer moest ophogen in vergelijk met de vloer van de kamer. Want de vloer van de kamer hiernaast, die ligt nog op, ik geloof 5 centimeter houtvezelplaten voor ontkoppeling van het loopgeluid. Dus in de kamer is de vloer ontzettend omhoog gekomen
En ik wil de tegels zo ongeveer op dezelfde niveau uit laten komen als de parketvloer in de kamer. Dus het was sowieso nodig om deze vloer ook op te hogen. En daar heb ik toentertijd dus gewoon OSB weer voor gebruikt. Met andere woorden, deze vloer die is zo ontzettend dik en massief OSB dat ik het wel geloof. En dat ik vind dat dit een behoorlijk stijve vloer is, waarbij ik deze grootte van tegels en de flex tegellijm gebruik, dat meer dan genoeg is. En dat mijn tegels dus niet pang gaan losbarsten. Dus, aan de slag. Vandaag moet het zo ongeveer gaan gebeuren. De badkamer af. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Ik denk dat ik morgenochtend ook nog heel even nodig heb. Morgen, vrijdag dus, ga ik de aflevering die je nu zit te kijken editen. Dus ik wil wel vandaag zover mogelijk komen. Gisteren heb ik alle wanden gevoegd. Ik had eigenlijk ook de vloer willen doen. Maar daar was het te laat voor. Dus dat staat voor vandaag het programma. Wat moet er vandaag nog meer gebeuren? De tegeltjes even lekker schoonmaken. De vloer voegen. Het bankje voegen. Die krijgen allebei een donkere voeg. En ik moet alle hoekjes hier zo, de overgangen van verf naar tegel, ook nog even afstrijken met voegsel. Om het mooi af te werken. Dat moet er gebeuren. Ja, en ik kan denk ik vandaag al wel een kraan installeren en zo. Ja, maar ja, we zullen zien hoe ver we komen. Een behoorlijke aanslag.
Nou, de vloer zit erin. Hij is niet helemaal schoon. Ik ook niet trouwens. Maar, het begint er al op te lijken. Alleen één tip, als jij de volgende keer ook zo'n soort badkamer gaat maken, of ik zelf, doe eerst je donkere voegen en daarna je lichte voegen. Ik heb ze nu allemaal afgeplakt en ik hoop dat ik daarmee mijn voegen enigszins gered heb. Ja, het ziet er goed uit, ik laat hem heel even zitten. Maar dat was bij het bankje, ik weet niet, misschien moet ik dat zo nog heel even een beetje bijwerken. Maar dat is niet heel handig. Nou was ik ook van plan om het in de andere volgorde te doen. Niet per se om deze reden, want heel eerlijk gezegd had ik daar niet bij stilgestaan. Maar niet al het voegsel is geschikt voor de vloer. En het voeg wat wij gehaald hadden was niet geschikt voor de vloer. En als je dan hier bij de lokale bouwmarkt gaat kijken, ja, dan nemen ze natuurlijk dit kleurtje weer net niet. En om dan ervoor te zorgen dat ik toch door kon, heb ik eerst de muur gedaan. Volgende keer, eerst donkere voeg, dan de lichte voeg. Ja, afgesproken? Oké. Deze laten we nu eerst even uitharden, voordat we verder gaan boenen. Ik ga er even wat documentatie bij halen. Zoals ik vorige week al verteld heb, heel kort, ik was in een vorig leven projectleider. En daar heb ik twee dingen geleerd. 1. Documentatie is ontzettend belangrijk. 2. Ik had een broertje dood in documentatie. Maar voor deze projecten hier hebben we toch een documentatiesysteem gebouwd. Oh, dat is mooi. In mijn telefoon heb ik een speciale app. En die app die heet Foto's. En daarmee maak ik allemaal foto's tijdens de bouw. Speciaal voor de gevallen waarin ik bijvoorbeeld leiding heb weggewerkt in de muren. En daarna dichtgemaakt. Dan probeer ik altijd, voordat het dicht gaat, altijd even een fotootje te nemen. Nou ja, en zo heb ik dus mijn documentatie fantastisch op orde. Kijk, ik moet straks een wasbak ophangen. En hier een douche. Maar in deze muur stikt het van de waterleidingen. Er lopen hier, ik weet niet hoeveel waterleidingen. Ja, ik weet niet hoeveel. Ik weet dus precies hoeveel. Want documentatie. Hier stikt het van de waterleidingen. Ja, dat kan ik hier precies zien. En wat ik nu wil voorkomen, is dat ik hier even een gaatje ga boren om iets op te hangen. En dat ik dan precies in de waterleiding kom. Dus heb ik hier mijn documentatiesysteem. En ik wil dus ongeveer op deze hoogte mijn douche gaan monteren. En als al mijn berekeningen kloppen op basis van mijn foto's, zou ik op deze hoogte veilig moeten kunnen boren. Ik denk dat ik even wat visuele voortgang wil. Ik ga lekker even een douche installeren. Gelijk een stuk mooier uit. Geef je gelijk het gevoel dat we bijna klaar zijn. Nog lang niet. Nog lang niet. Pas precies. Ja, maar die kun je instellen. Mooi. Kijk die laser. G5. Welke is dat? Staan er wel eens? Het is een historisch moment. Dit is vast af. Een lampje erbij? Nee, een laserbril, maar ook niet. En daar overheen. En dan. Dat zal wel laser zijn. En dan draai je daarin. Voortgang. Het is donderdagavond. Het is al best laat. Je kunt zien, het is pikken donker buiten.
Maar ik ga toch nog even een klein projectje doen. Voor de badkamer, natuurlijk. Marloes heeft deze eikenplank geregeld. Die moet nog even gemonteerd worden. En die wilde ik zwevend monteren of quasi zwevend. En daarvoor heb ik een hoeklijntje. Aan weerszijden een stukje hoeklijn. Gaatjes erin, schroef je erdoor in de muur. En dan kan ik zo de plank erop leggen. En dan zie je het niet of nauwelijks. Echt zwevend, blind, met van die pennen aan de achterkant, dat gaat het niet worden. Daar is de achtermuur niet voor geschikt. Dus ik vond dit wel een aardige tussenoplossing. Ik heb hem al afgetekend. Dus ik ga even daar in het donker hok, daar staat de afkortzaag. Ga ik hem even op maat zagen. Ik zo terug. Kijk, zo komt hij dan. Hier de gaatjes. Hier mooi verzonken. Morgen is vrijdag, de dag van de aflevering. De wc moet er nog in, de waszak moet er nog in, de spiegel. Alles moet nog gekit worden. De randjes moeten nog afgewerkt worden met voegsel. De plank moet worden opgehangen. Alles moet worden schoongemaakt. Oh, en de lamp moet worden opgehangen. Dus, oh, en er moet nog een aflevering gemaakt worden. Dus ik ga naar mijn bedje toe, morgen vroeg op, hoop te doen. Dus ik zeg, welterusten.
Nou, we zijn zover. De badkamer is klaar. Het was even doorpakken, moet ik wel zeggen. En volgens mij had ik vorige week iets gezegd over plan en planning. En planning was niet mijn sterkste kant. Nou, ik had beloofd dat hij in deze aflevering klaar zou zijn. Het is vrijdagavond, het is nu zo rond 8 uur. Ik kom net uit de badkamer. De boel een beetje opgeruimd, een beetje opgeleukt. En ik dacht, ja, beloofd is beloofd. Ik laat het toch even het resultaat zien. Dus bij deze, ja, de onthulling van de badkamer. Ja, kijk, en dan volgt nu natuurlijk de te verwachte vraag. Wat vinden jullie ervan? Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jullie reacties. Dus als je die hieronder zou willen zetten, helemaal top. Ik heb het wel een beetje gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was even doortrekken. Ik ben erg tevreden met het resultaat en ook wel heel erg blij dat het erop zit. Dus, nou, tot zover deze aflevering. Maar dan is het nu tijd voor een huishoudelijke mededeling. Want hier in Frankrijk is het nu kerstvakantie. En ik dacht dat het niet een verkeerd idee was om daar gewoon even aan mee te doen. Dus de komende 2 weken even geen aan de Franse slag. Hier even een beetje rustig aan. Dan hebben we alle tijd voor kerst, oud en nieuw. En dan de eerste vrijdag van het nieuwe jaar ben ik weer terug met een nieuwe klus. Ik heb nog geen flauw idee wat het is, maar ik vermoed dat ik gewoon hier in de schuur weer aan de slag gaan. Ja, want we kunnen nu warm douchen. Dus kan ik weer door met het echte werk. Ik zou jullie vanaf deze plek hele fijne dagen willen toewensen. Een mooie kerst, oud en nieuw. En dan ben ik er in het nieuwe jaar weer met een nieuwe aflevering. Tot volgend jaar. Oh, en wat ik nog vergeten was om te zeggen. Wil je de volgende aflevering, dus die van het nieuwe jaar, niet missen? Ja, dan moet je hieronder natuurlijk even abonneren. En vond je dit nou een toffe aflevering? Duimpje omhoog, belletje aan. Nou ja, je weet wat de bedoeling is. Dat was ik nou even vergeten. Doei!